8. En start. Yo mensen, Hyrodin hier. Welkom bij weer een gloednieuwe video. En dit keer is het niet een gewone video, nee. Dit keer is het FIFA, en wel FIFA 20. Ik doe dit namelijk niet alleen. Ik speel vandaag tegen... Demi. Ik speel vandaag tegen... Demi van Beste Vriendenclub. Hallo meneer Demi, bent u daar klaar voor? Hyrodin. Hallo Hyrodin, hoe is het ermee? Ja, goed, met u. Ja, heel goed. We hebben elkaar heel lang niet gezien, dus daarom. Maar ik hoop dat jullie er zin in hebben. En ik hoop vooral dat jullie zin hebben in de nieuwe FIFA, want hij is pas uitgekomen. En ik dacht van, ik ga opnemen. Samen met Demi. Ja. We moesten wel een paar dingen testen, maar dat was allemaal gelijk goed. Dus ja. Ja, dus. Toch, Demi, ja, het is prima goed gelopen eigenlijk, dus. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen vandaag trouwens. Ja, ik ook. Want wij hebben heel lang eigenlijk samen niet meer opgenomen. Nee. En ja, het is ook een heel tijd geleden dat wij FIFA hebben gedaan. Klopt. Maar wij hebben ook... Ik had ook problemen met mijn PlayStation, jongens. Hij deed het weer niet. Hij moet schoongemaakt. Ik had in ieder geval heel veel problemen. En nu doet alles nog weer, dus nu hoop ik dat hij het beter gaat doen. Ja. Want ik weet als ik opneem, dan... Niet doen! Dat mag je niet doen! Natuurlijk wel, ik mag alles. Oh, ik raak hem zo weer aan. Dat mocht je nou niet doen, Deen. Ja, dan mag jij dat ook niet doen, hè? Maar zo werkt het spel, jongens. We mogen het allebei van elkaar niet doen. Maar ja, het moet wel. Het moet wel. Kijk, we houden eigenlijk niet van om, zeg maar, tegen elkaar te gaan. Alleen, ja, er is geen andere optie, zeg maar. Nee. We wilden eigenlijk opnemen dat we samen iets aan het doen waren, maar... Ja, we waren ermee bezig, zeg maar. Oh, sorry, ik wou niet echt voor je Engels trappen, natuurlijk. Oh! Nee, niet. Oh! Ja, hij is goed. Hij heeft helemaal gelijk, hij heeft het gedaan. Stop. Dankjewel voor de bal, hè? Ja, zodoende, jongens, maar... Nee! We zijn op elkaar ingespeeld. Dus... We zijn inderdaad tegen elkaar aan het spelen, daarom roep ik ook de hele tijd nee. Demi wil niet luisteren. Hij moet die kant op, Demi. Ik wil nooit luisteren. Nee, maar hij moet die kant op. Goed zo. Dankjewel. Hij moet die kant op, Demi. Deze kant op. Oh ja? Kijkje wel even. Kom maar. En... Hoor ik, jongens? Ja. Nee. Oh, wat doe mijn poppetje? Hé, wat nou met je tampetoer, hè? Hoppa. 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 We zijn aan elkaar gewaagd, Deen. Ja. Zo Deen wordt de penalties. Zometeen wat de penalties. Ja, we waren net ook een video aan het opnemen, maar die deed niet zo goed. Toch, Deen? Nee, dat deed het zeker niet goed, nee. Die deed het niet zo goed. En maar... nu nemen we weer er eentje op, want ik wil er al één op mijn kanaal hebben vanavond. Ja, zeker. Maar ja, we konden niks anders kiezen om maar, zeg maar, samen te spelen. Want ja, dan maar tegen elkaar, ja. Maar winst of verlies, dat maakt mij eigenlijk niks uit. Nee, mij ook niet. Oh, wat doe ik nou weer?
ik speel hem gewoon. Mij toe? Ja, ik ben aardig, hè. Jongens, hij is zo aardig voor ons. Oh. Oh-oh. Nee. Lekker. Gedaan. Goed geschoten trouwens, Dave. Ja, denk ik. Ik was echt bang voor die bal. Ja, ik ook. Nou ja, ik was niet bang. Ja, ik was wel bang. Nu ben ik weer bang. Nee, het gaat goed. Het gaat er goed bij jou. Nee. Oh, ik kan nog goed. Ja, ik ben niet te goed, hè, jongens. Nee, we zijn op bij elkaar ingespeeld. We zijn op bij elkaar ingespeeld. Oeh, dat was bijna een doelpunt, jongens. Ga ik alsnog scoren? Hij gaf die bal aan mij. Wat aardig. Ga ik alsnog scoren? Nee. Alsnog schiet hij tegen hem aan. Hoe dan? Oh, Hakkie. Helaas. Hakim! Helaas. Oké, nog een kans. Demi, mooi uitgespeeld. Demi houdt echt goed vol, Deen. Ja, houdt het echt goed vol. Ik ben mijn beste nu, jongen. Oh, wat schiet ik nou weer naartoe? Ja, het is wel lastig tegen mij, hè, ja. Ja, je bent te goed, jij. Ik speel anders misschien niet op Sam's niveau, maar tegen mij moet je ook oppassen. Ja, zeker. Nou. Ai, denk niet waarom nou? Ik schiet hem uit voor je. Demi, waarom nou? Wat waarom? Dank je. Waarom? Waarom moet je hem tegen? Hij moet juist bij jou erin. Dankjewel, Demi. Dankjewel. Niemand loopt vrij van die clowns. Hey, Stentje, clowns, help dan. Help dan ook even. Niemand die loopt vrij. Juuu. Demi. Zeg, ze moeten nog wel op voeten naar huis, hè? Nee. Oh mijn god. Ai. Het is voor jou. Jongens, ik heb echt geen idee. Voor mij. Oké, nice. Oké. Oeh. Ja. Oeh, probeer er hem uit te dollen, maar om te zien. Is dat. Oh. Oh. Demi, waarom nou? Ik dacht, ik kom er doorheen. Nee hoor, Demi staat er weer voor. Wat ik op zich niet erg vind, maar. Op een gegeven moment moet hij toch opbreken, zou je zeggen, jongens. Op een gegeven moment. Moet hij toch wel zeggen, nou is genoeg. Ja, dat hoop ik wel, ja. Oké. Ik paast hem, zeg maar, jongens. Alleen, hij wilde niet pasen. Wordt dit het eerste doelpunt? Wordt dit het eerste doelpunt? Nee! Nee, Demi! Oh mijn god. Demi, houd op! Oké, komt-ie. Mooi gedaan, jongen. Jongens, 1-0 op het scorebord. Wel goed volgehouden, denk ik. Ja, moet zeker. Ik eerlijk geven. Goed volgehouden, maar scoort hij nu ook bij mij? Dat probeer ik wel, ja. Alleen mijn poppetjes, als ik wil schieten, kijk, dan schiet hij weer naar jou toe. Ik weet niet wat mijn poppetjes heeft. Hallo, ben ik weer. Wat vinden jullie? Zal ik hem nog één proberen te scoren? Ik moet zeggen, zijn verdediging is wel sterk hoor. De verdediging, jongen, hij laat me niet ademhalen met die bal, joh. Volgens mij is dat gewoon een gelukje geweest hoor, dat doelpunt. Maar, nou, hij laat me niet ademhalen. Die gasten. Ik kan gewoon niet ademhalen. Serieus, nu gewoon niet. Nou, ik heb het best lang volgehouden. Ja. Oh, nu is het al. Oké, nu is het al 1-0. Nu is het al pauze. Dat is snel. Okay. 1-0. Nou, we gaan weer verder. Anders duurt de wedstrijd wel heel lang. Oh, nu moet jij weer uitnemen. Oké. Oh, sorry, maar dat was een boer. Dribbelt verder richting doel. Nee.
Nee, ook tegen! Oh, ik schiet gewoon naast. Promes! Ik wist niet dat Promes daar. Hebben ze iedereen kwijt? Goed bezig, Dave. Ja, dank je. Proberen. Zie je? Hij kan. Oh, nee. Jamie kan ook gevaarlijk zijn. Moet je kijken. Skutten! Jongens, toch! Wat is er met mijn AZ? Staat te slapen! Wat ben ik schreef? Ik snap er niks van! Hoezo staat AZ te slapen? Echt serieus! Oké, nou kan het gaan gebeuren hoor. 2-0, nou is los, nou niet los. Ik dacht, dit wordt wel wat, maar blijkbaar niet dus. Ver genoeg, Deen. Deen. Jamie, dat is ver genoeg. Oh mijn god. Baby, waarom elke keer als ik naar jouw helft ga, waarom sta jij er dan ook? Baby is goed in keeper en in verdedigen. En in aanvallen ook, maar... Oh, ik schiet er gewoon uit. Nice. Moet dat zo hardhandig, Baby? Moest dat zo hardhandig? Dat doe ik niet. Oh. Nee joh! Oh. Nee, je moet het. Ah, ik wil ook een doelpuntje. Ja, maar je bent gevaarlijk. Oh mijn god. Ik ben helemaal niet gevaarlijk. Ik probeer hem gewoon af te pakken. Oh, wat doe ik nou weer? Ja, oké, nice. Niemand loopt ook vrij. Ik sta hier tegen twee man, niemand loopt ook vrij. Godsamme. Wat dan? Ja, dat was mijn fout. Je mag hem terug hebben. Wacht, ik geef hem terug. Ja, ik heb hem al. Je mag hem terug hebben. Maak die actie maar af, want dit was echt asociaal. Yay! Je maakt hem ook af! Dat bedoelde ik niet letterlijk. Dat is niet letterlijk wat ik bedoel. Dat begrijp ik, maar mijn poppetje doet het wel letterlijk. Toen ik zei maak het af, bedoelde ik de actie te doen. Het stikt voorzichtig. Oh. Ja. Kom op. Ja. Nee. Hoe scherp kun je zijn? Nou, heb je mijn paar keer zien schieten dan? Ja, kom op poppetje, pak hem op! Wat? Ja, vanaf hier, omzet op. Oh. Kom op, koppen. Nee, ja. Schiet! God! Oh, wat aan het vallen! Wij zijn echt aan elkaar gewaagd. Hier. Echte! Hoe scheef wil je dit hebben? Jesus Christ. Hij is echt goed hoor jongens. Ik doe niet net alsof, maar hij is echt goed. Ik wil niet zeggen beter dan, nou, we zijn even goed, maar
We hebben evenveel kansen gewoon. Ja. Soms maak hij een fout, soms maak ik een fout. Nou, meestal of mijn poppetje wil niet luisteren met die controle. Oh, wat doe ik nou mee? Ik schiet... Kijk, dit bedoel ik nu, weet je wel? Ik pak hem alleen. Dan gaat mijn duim gaat al op, zeg maar, op rondje. En dan schiet ik hem weg. Oké. Niemand van mijn poppetje staan hier. Oké. Nice. Ontsnapt aan de druk. Voorgeven. Koppen. Baby. Ja? Moest dat? Ja, tuurlijk. Schiet. Hoe scheef? Hoe scheef? Hoe kon ik die missen? Ik had je nog de kans gegeven, hè? Ja, je stond niet eens in de weg. Dus ik snap ook niet hoe die niet geraakt kon hebben. Kelvin stinks. Maar ja. Op weg naar de doel nu. Ja, geef die bal. Hij komt in. Dit meen je niet! Oeh! Sorry, pardon jongens, weer een boer. Maar hoe? Nee, nu! Dankjewel, Deen. Voor de bal. Ja. Ik ga een goede voorzet in plaats van een slechte. Heel graag een goede voorzet. Tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Het kan nog alle kanten op, maar wie nu het doelpunt maakt, blijft er aan winnen. Ik hoorde wat, sorry. Was even afgeleid, maar hoe? Schiet gewoon vanaf hier, kom uit schelen. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Demi, hoe is dit gebeurd? Ja, weet ik veel. Ik weet het ook niet. Ik heb geen verstand van FIFA. Nee. Sorry. Ik ga er zelf voor zorgen dat deze wedstrijd een nachtmerrie. Jongens, hij houdt niet zo van penalties. Nee. Daar ga ik op inspelen als ik die 1-1 blijf. Maar... Demi haat penalty zo erg. Hij haat penalty zo erg. Ik haat ze niet, alleen ik weet nooit hoe ze werken in FIFA. Oh my... Nee. Schijnlijst! Door je eigen speler, hè? Gewoon door je eigen... Ja! Het is een geluk! Maar ik ben niet. Ik moet terugkomen. Wat? Is het klaar? Wat? Jezus! Het is klaar! Ik kan het niet volgen! Het is klaar! Maar ik zou wel goed zeggen, we zijn goed op elkaar ingespeeld en het was een mooie wedstrijd. Het is klaar jongens, zijn we verslagen, hoe? Waarschijnlijk door mijn onoplettendheid. Ja, jij hebt al 3 punten. 3-3. Jongens, staat 3-3. Oké, nog een wedstrijd. Is goed, hoeveel wedstrijden gaan we doen in deze video? Nog één jongens. Oh. Nog één, we hebben nog maar 35 minuten. Oké, dus we hebben nog tijd voor nog één. Ja. Voordat jullie gaan vragen waar hebben ze het over. Inderdaad, normaal gesproken zit er geen minuten op.
de video. Je kan zo lang doorgaan als je zelf wil, maar... Zal ik maar zo lang... Ik heb je een uitnodiging gestuurd. Ja, ik heb hem geaccepteerd, maar hij wilde hem niet accepteren. Oh, nou, oké, Ja, Demi die heeft nu een... Ja, zal ik het tegen hem zeggen? Die heeft nu een timer lopen. Ja, op een of andere manier mijn video's niet meer, op tijd stoppen. Ja. Ik stop zelf wel altijd op tijd. Bedoel. Ja, dat klopt. Hij stopt wel op tijd. Alleen de video van hem wil niet altijd van het begin afspelen. Nee. Is raar, maar vroeger deed hij dat wel. Ja, daarvoor. Maar dat komt omdat die PlayStation van hem ook een keer vol met stof zit. Dus ja, zodoende is het zo van... Ja, je moet al die instellingen van de PlayStation ook weer goed zetten. Ja. Om voor jullie op te kunnen nemen. Dus ja. Nou, op een goede wedstrijd. Op een goede wedstrijd, denk ik. En ik ben Siert de Vos. We zijn er klaar voor. Samen zullen we deze wedstrijd van commentaar. Is Barcelona. Het schiet tegen je aan. Tegen FC. Voor de kijkers thuis. Dat meen je niet, kom op. Nee! Kop het zo! Ik kan niet benederd worden op mijn eigen kanaal. Ik kan niet benederd worden op mijn eigen kanaal. Ga fietsen. Ga fietsen, jongen. Het kan niet. Jongen, het kan gewoon niet. Oké, nou ga ik terug, man. Misschien ga ik proberen. Oké, nou heeft hij een gat. Nou, God. Hey, nee! Wat? Ik deed niks! Jouw poppetje schiet daar. Jouw poppetje schiet daar naartoe. Sta je stil? Nee, mijn controller is lekker. Oh. We moeten even wachten. Waarom moet je wachten, Dim? Oh, omdat ik dacht dat je controle leeg was. Maar we kunnen verder. Als je het wil. Barcelona. Ik hoor Rudy niet meer. Hallo? Hou het in. Leef je nog? Ah, deze overtreding is geen geel waard. Hou het in, speelt nog wel. Alleen ik hoor hem niet. Nou ja, jongens, het staat 1-0. Hallo. Baby, hoor je me? Ja, ik hoor je. Hey, wacht even. Hey jongen, ja jongen, ik was even iemand aan het tappen. En dan ga jij doorspelen. Oh, sorry. Naast je.
Sergio Busquets. Busquets, storig. Dankjewel, hè. Ik ben vandaag Frenkie de Jong. Jezus. Sergio Roberto. Sorry, jongens, maar... Luis Suarez. Oh, my... Nee. En hij Nu moet ik gewoon de nacht mee laten uitkomen, jongens. Dat is het erop. Hoop ik dat het gaat nog komen. Slordig. Benen. Goeie redding. Mijn nacht is dat mijn voor. Opnieuw. Die is vies! Die is gewoon vies aan het doen. Ja, maar jongens, die... maar ik doe dat, ik doe... ik zal één ding zeggen, Roedin, en tegen Roedin's fans. Ik doe echt niet mijn best. Aronin is hartstikke goed, jongens. Dan moet jullie niet verkeerd stellen, hoor. Aronin is hartstikke goed, zeg maar. Alleen ik geef het in, dat deed ik alleen. Ja. Hij maakt zijn eerdere fout om de bal te heroveren. Nu scoort het sprintje van Letters. Maar Haroudin moet eerst 2-0 maken. Oh. Hij moet eerst... Ja, sorry. Ja. Dat is mijn fout. Ja. Sorry. Sorry, mijn scheids. Even kijken hoor. Ja, die krijgt geld. Zou ik hem even oefenen? Oh, Paul! Ik schoot op de bal. Niet te zijn lopen. Nee, maar net is dat ik jou per ongeluk trapte, want ik dacht dat je eerst nog de bal had. Ja, ik trapte je volgens mij. Maar hij moet wel beter gaan uitkijken, met dat soort ingrepen. 31 meter. Oké. Ga je nog schoppen? Ja, nee. Eindelijk, ja, nee. Nee, nee.
Ze hebben de voorsprong te pakken, al moeten ze natuurlijk niet gaan verslappen op dit moment, want even die wat net. Hoe dan ook, dat toch weer gelijk. Wordt deze uitvraag een best. Nee, die pijl gaat even aan Jan. Echt, ik ga janken. Oh mijn god. Ik ga janken gewoon. Hoe kan dit? Oh, sorry. Dit is de eerste helft. Dit is de eerste helft. Oké, ik kan het dus nog eens maken. Oké. Eén keer voor je verloren. Maar de keer voor je het voor mij, maar hij goeie keeper, hè? Hup, vierkantje. Hij drukt gewoon een vierkantje. Oké, het is tegen. Ik word nu echt een kool. Af en toe. Kom op, kom op. Ja, ik kom met een hele... Weet je wat het altijd was, jongens? Meestal was het altijd andersom. Dat hij... dat hij won van mij. Ja. Ik maak hem niet voor je. Nee, alsjeblieft. Weet je wat ik ga. Oké,
Rustig, rustig. Kijken, kijken, kijken. Ja, ja, omheen. Ja, omheen. Ja, alleen. Ja, heeft de nog tijd? Nee, nee. Schiet! Hoe houdt je vierkantje, jongen, vierkantje. Hop! Nee, meestal was het altijd... Ik kan het doel vinden, jongens. Ja, maar je moet... Je moet er nog... Je... Ik heb hem wel vaak tegengehouden. Wat zei je? Ik heb hem wel vaak tegengehouden. Ja, maar ik kan eindelijk het doel weer vinden. Hè? Ja, maar doe het dan maar bellen. Ik kan eindelijk een doel weer vinden. Zijn nu scores, weet ik maar. Gooi nu of weet ik van mijn haren. Oh, mijn tv valt uit. Adem maar her. Oh. Ja, 1, 2, 3, 2, komt er hier in de 3-2, jongens? Ja. Oh. Ik moet scoren. Ik moet... Dat was alweer het vijfde doel. Ga ik hier nog 3 maken, man. Dat is de big question. Of haal ik hem helemaal in? Ik denk dat de trainer tevreden kan zijn. Al is de wedstrijd nog niet gespeeld. Oké, die staat 20 in het nieuwe. Wat? Wat doe ik? Ik ga janken. Ik ga janken. Heb je dat goed gehoord? Vierde paal! Vierde paal! Nee, nog niet. Na deze wedstrijd is het pas tijd. Dus we hebben nog even. Alsjeblieft. Wel goed. Nee, dit is niet. Waar ga jij naartoe? Uit. Leemon de Blanc-Lee. Frenkie de Jong. Antoine Griezmann. Ik ben hier niet, jongen. Ik ga verliezen. Ik ga verliezen. Cruciale onderschepping. De schetsende fluit voor het einde van de wedstrijd. Ja. Nou, jongens.
Ah, goeie mens! Geen idee! Ik deed niet eens mijn best. Nee, ik doe niet eens mijn best, hè? Moet je nagaan. Nou ja, jongens! Nou ja, jongens, bedankt natuurlijk, bedankt voor het kijken. Ja, en bedankt voor het kijken naar deze FIFA video. Als jullie meer FIFA, als jullie iets meer FIFA video's willen zien met Deni, want Deni gaat dus ook uploaden. Ja. Op zijn kanaal. En ik hoop dat jullie een leuk video vonden vandaag. En zoals ik altijd zeg, laat altijd een blauw duimpje omhoog. En laat natuurlijk in de reacties abonneer natuurlijk. Ja. Later.